Wat een wonderlijk verhaal. Dan, Meppel. Daar is grote paniek bij een groep bewoners omdat hun huizen praktisch onverkoopbaar zijn geworden door een onverwacht besluit van hun gemeente. Ik ben Trienke en ik heb dit huis gekocht in 2008. En het is waarschijnlijk minder waard dan toen ik het kocht. Ik ben Wilco de Boer. Ik woon hier 23 jaar. Op papier is mijn woning 4 ton waard. Maar ik denk dat ik er nu hoogstens 2 ton voor kan krijgen. Trienke en Wilco wonen aan het noordeinde in Meppel. Het is een bijzonder straatje recht tegenover de Agrifermfabriek. De huizen dateren uit het eind 19e eeuw. Ik kon aan de onderkant van de markt deze woning kopen. En nou, dat kon allemaal net wel, net niet. En door heel zuinig te leven en ja, wat hulp heb ik deze woning kunnen kopen. We woonden op een flatje. Mijn dochter die was nog heel klein. En ja, in een buurtje waarvan we dachten van daar moet mijn kindje niet opgroeien. Dus ja, toen hebben we dit gekocht. Wat Wilco en Trienke niet wisten toen ze het huis kochten, is dat op de 28 woningen aan het noordeinde en de boompjes geen officiële woonbestemming ligt. Deze woningen zijn van 1870, 1890, zijn deze woningen allemaal gebouwd als woning. Dus ja, niemand gaat ervan uit dat het dan niet een woning zou zijn op papier in een bestemmingsplan. Ik kwam erachter eigenlijk in een gesprekje met mijn buurman. Die vertelde mij, ja, maar er zit eigenlijk een ander soort bestemming op. Maar dat is geen enkel probleem, want het is altijd woonhuis geweest. En hoef je niet druk over te maken, geen probleem. Sla je nu achteraf jezelf voor je hoofd dat je niet hebt gekeken naar het bestemmingsplan? Nee, op zich niet. Dit zijn altijd woningen geweest, wat je ook in een bestemmingsplan opschrijft. Maar helaas blijken de gevolgen toch groter te zijn dan verwacht. Ik ben Marius, ik woon hier sinds 10 maanden. Ik heb 44 jaar onder de boompje gewoond. Ik heb een huis met verlies verkocht. Marius is net 80 geworden. Zijn eerste verjaardag op een nieuw adres. Begin 2023 besluit Marius zijn woning te verkopen en te vertrekken naar een aanleunwoning. Mijn hypotheek was 105.000. Ja? Maar ik ben op een leeftijd dat ik dat niet meer kan aflossen. Dat red ik niet. En ook niet uit inkomen, want de rente was variabel geworden. Dus ik moest veel meer gaan betalen. Ja? Dus daardoor wou ik de weg. En omdat ik met de heup zit en mijn been een slecht trap kon lopen. Daardoor wou ik daar weg. Alleen tijdens de verkoop komt hij voor een nare verrassing te staan. Want mensen die zijn huis willen kopen, krijgen geen hypotheek. Maar dan zeg ik, in dat geval maak ik een noodsprong. En dat heb ik gedaan. Dus een noodsprong? Ja. Om dus dan te verkopen voor minder. Marius verkoopt zijn huis voor ongeveer 40.000 euro onder de marktwaarde aan een opkoper. Dat zit zo. Gemeenten zijn verplicht om voor al hun grond een bestemmingsplan te hebben. De gemeente Meppel bepaalt in 1991 in een nieuw bestemmingsplan dat er in de boompjes en het noordeinde geen bewoning mag zijn, omdat de naastgelegen fabriek voor te veel overlast zorgt. Maar omdat er al ruim 100 jaar woningen staan, kunnen de bewoners gebruik maken van het overgangsrecht. Hierdoor mogen ze er voorlopig blijven wonen, omdat de woonfunctie al bestond voor het bestemmingsplan er was. Als de bewoners hun huis willen verkopen, geeft de gemeente een verklaring van overgangsrecht. Hypotheekverstrekkers vragen dat om er zeker van te zijn dat het pand een woonfunctie heeft. Prima geregeld dus. Tot begin 2023, als Marius zijn woning wil verkopen. De gemeente Meppel weigert dan nog langer om het bewijs van overgangsrecht af te geven. En de hypotheekverstrekkers willen daarom geen hypotheken meer afgeven. En de particuliere kopers haken daardoor af. De huizen kunnen alleen nog met veel verlies worden verkocht. Doet dat pijn? Nou, een beetje wel, maar ik treur niet om geld, hoor. Maar het is wel niet de juiste weg. Als je overal voor gewerkt hebt zo lang en je hebt dan krijg je dit, dan is het wel een klap voor je hoofd. De beslissing van de gemeente om dit document niet meer te verstrekken heeft ook grote gevolgen voor de huidige bewoners van de boompjes en het noordeinde. We zijn nu totaal met 28 bewoners of eigenaren van woningen die eigenlijk financieel gegijzeld worden. Mijn woning is natuurlijk, wordt hierdoor minder waard. Want ik kan het niet aan een gewone particuliere koper
de markt verkopen, want die heeft een hypotheek nodig. En die wordt op dit moment niet verstrekt. Omdat de gemeente dus niet meer het bewijs afgeeft van overgangsrecht. Je kunt het alleen verkopen aan vastgoedbezitters die het gaan verhuren. En ja, die gaan niet een volle prijs betalen voor een woning die misschien wel illegaal is. Dus ja, die moeten een fix risico gaan nemen. Die moeten het ook met eigen geld betalen, want die krijgen het ook niet gefinancierd bij de reguliere banken. Het oude huis van Marius aan de Boompjes wordt inmiddels ook verhuurd. Gert Stam, voorzitter van de lokale ChristenUnie, verbaast zich over de gang van zaken. Nou, ik begreep dat er dus altijd verklaringen werden afgegeven dat deze woningen onder, zoals we dat dan noemen, het overgangsrecht vielen. En het blijkt nu zo te zijn dat die verklaringen niet meer worden afgegeven door het college. Maar is daar een verklaring voor? Nee, is mij niet bekend. Maar bij ons staat voorop dat je zorgvuldig met je inwoners moet omgaan. Dus wij vinden het heel belangrijk dat mensen niet onnodig in de stress komen. En dat dreigt er toch een beetje te gebeuren. En dat hoort niet zo. De bewoners hebben aan de gemeente Meppel gevraagd om te komen met een oplossing. En die kwam er. Alle bewoners van de Boompjes en het Noordeinde moeten bewijzen dat de woning al sinds 1991 bewoond is, om aanspraak te kunnen maken op dat overgangsrecht. Alleen, hoe bewijs je dat dan als bewoner? Nou, dus we hebben gezegd, gemeente, wat een flauwekul dat we dat voor jullie moeten bewijzen. Iedereen weet het, jullie zien het in jullie systeem. Jullie sturen notabene de belastingaanslagen elk jaar. Dus jullie weten dat gewoon, hoezo moet het bewijzen? Ja, dat is jurisprudentie, moeilijk. Zo zit het nou eenmaal. Nou, geef me die gegevens dan uit jullie systeem en dan kan ik het bewijzen. Dan kun je dan je verklaring afgeven. Nou, nee, want je kunt wel ingeschreven hebben staan, maar dat betekent niet dat er daadwerkelijk iemand gewoond heeft. Hoe moet het dan aantonen? Ja, dat is heel complex. Nou ja, misschien met rekeningen van een leesmap. Wat? Of de aankoopnota's van een bank. En naar alle waarschijnlijkheid gelden die dan voor dat jaar en niet voor al die andere jaren. Alleen de gemeente, die zelf de meeste documenten kan verstrekken, wil daaraan niet meewerken. Ja, dat heb ik ook niet gesnapt wat daar het nut van is. He, want ja, er zijn natuurlijk tientallen redenen om te verzinnen dat mensen hier al jaren wonen. En om je nou wat strikt op te stellen en te zeggen, laat ze dat maar zelf aantonen, daar begrijp ik helemaal niets van. Is deze overheid te streng voor zijn burgers? In dit geval denk ik dat de juridische kant een beetje doorgeslagen is. En ik denk dat we dat niet moeten willen met elkaar. De ChristenUnie heeft samen met het CDA een motie ingediend, waarin ze vragen om de problemen voor de zomer op te lossen. Mensen moeten niet in de knel komen door juridische zaken, door overheidshandelen. Dat moeten we op een goede manier kunnen oplossen. En we kunnen niet altijd iedereen het naar de zin maken, maar we kunnen wel proberen om eerlijk en rechtvaardig te zijn. En tot er een oplossing is, zitten Trienke en Wilco met een onverkoopbaar huis. Ik wil zo snel mogelijk hier weg. Ja, het gevoel van dit voelt met zo'n gemeente, voelt het voor mij echt niet meer oké om hier überhaupt te wonen. De verantwoordelijk wethouder die wil op dit moment geen inhoudelijke reactie geven. Ik spreek erover. Over de situatie in Meppel met Michiel de Vries. Hij is hoogleraar bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Welkom, meneer de Vries. Dank u. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik zit hier met stijgende verbazing naar te kijken. Wat vindt u van het handelen van deze gemeente? Nou, deze wethouder vooral. Het lijkt erop dat alle beginselen van behoorlijk bestuur worden geschonden. Rechtszekerheid ontbreekt. Motivatie. Niemand weet waarom dit nu opeens het geval is. Rechtszekerheid is helemaal verdwenen. Het lijkt ook op machtsmisbruik als de wethouder zegt, wij hebben dat bewijs wel in ons gemeentehuis, maar wij geven dat niet aan jullie. Jullie moeten dat zelf maar zien te vinden. En dat onder het mom van privacy. Je kunt gewoon zeggen, van, ja, deze woning is gewoon 30 jaar bewoond geweest. En tot 3 jaar geleden werd dat ook gewoon gezegd. Deze woning is toen gebouwd, is bewoond, recht van overgang. Geen probleem. Ja, want over dat recht van overgang gesproken, dat is al decennia lang wordt dat gegeven. Ja. Ook decennia terug is dat bestemmingsplan dus gewijzigd. Ja, wat mag je dan verwachten als burger als je in dat overgangsrecht zit, als zo'n bestemmingsplan gewijzigd is? Wat wordt er normaal gesproken dan aangeboden aan jou? Eén van de twee. Ofwel het recht van overgang, zodat je het gewoon goed kunt verkopen aan iemand die wel belangstelling heeft voor het huis. Ofwel dat de gemeente zegt, wij kopen het. Dus dat de gemeente de verplichting opneemt van, wij kopen het tegen de marktwaarde. Alleen zo
geef je rechtszekerheid aan de burger. En niet door te zeggen, recht van overgang geldt niet meer. Je moet maar bewijzen dat hij 30 jaar bewoond is. En wij gaan je niet meehelpen. Zoek het maar uit. Ja. En dan dalen de prijzen. En ik vind die meneer Marius nog heel erg vriendelijk voor de wethouder. Moet ik zeggen. Ik zou heel boos geworden zijn. Ja. En wat u zegt... Kijk, je kan ook stellen... Dat overgangsrecht is er jarenlang geweest. Ja, daar komt een keer een einde aan. Ja, daar komt een einde aan. Op het moment dat jij zegt van ik ga die hele woning verbouwen. Dat mag niet. Maar als de gemeente zegt er komt een einde aan, dan moet de gemeente gewoon ook zeggen van wij kopen die woning op. Juist, dus er moet gecommuniceerd worden over. En er moet ook gecommuniceerd worden. En je moet niet mensen een woning laten kopen in 2008. En het recht van overgang geven. En dan in 2023 zeggen van dat recht geldt niet meer. En dan opeens moet die meneer het tegen een lagere waarde verkopen. Dat is een hypotheek. Het is natuurlijk heel sneu. Deze mensen zeggen, ik voel mij financieel gegijzeld door mijn gemeente. Het is officieel geen woonbestemming meer, maar de huizen zijn praktisch onverkoopbaar. Waarom zou een gemeente dit doen? Dat is het probleem. Als er geen motivatie onder zit, is dat onbehoorlijk bestuur. En deze wethouder heeft nog nooit duidelijk gemaakt waarom die dit wil. Het blijkt uit de stukken wel dat er plannen zijn voor een evenemententerrein. Okay. Maar of dat zeker is, wordt ontkend door de wethouder. Je weet het niet, maar in stukken staat het wel. Dat lijkt me kwalijk, als dat echt zo zou zijn. Het is ook heel kwalijk. En daarom noem ik het ook echt onbehoorlijk bestuur. Ja. En dat is echt een hele zware aantijging naar deze wethouder. Is het nou een unieke situatie wat hier gebeurt? Of nee, de week is er nog een uitspraak geweest van de Raad van State over een zaak in Maastricht. Daar wilde de gemeente een natuurgebied vastleggen in het bestemmingsplan. Woonboten en pontons moesten weg. Die mensen hebben bezwaar gemaakt. Wij hebben recht op overgang, want voor dat nieuwe bestemmingsplan zaten wij hier al. De Raad van State heeft gezegd, terecht, jullie mogen daar gewoon blijven. Dus op naar de Raad van State wat betreft voor deze bewoners. Ja, maar weet u hoe duur dat is? Ja. Advocaatkosten. En dan van al die rechtszaken door. Voor een heleboel bewoners is dat gewoon niet te betalen. En daarom is het ook zo oneerlijk. Ja. Nu is er dus een motie ingediend door de ChristenUnie. Die bepleit dat er voor de zomer een besluit genomen moet worden. Die motie is inmiddels aangenomen door de gemeenteraad. En wat betekent dat? Dat nu is heel mooi. Maar zolang een wethouder blijft zeggen, het is zo complex, zonder aan te geven wat er nou complex aan is. Ik kan ook zeggen, 3 × 2 × 5. Ja, dat is wel een hele complexe som. Maar je kunt ook zeggen, we rekenen het uit. Er komt 4 uit. Geen enkel probleem. Hmm. En dat kan die wethouder ook doen. Die kan gewoon zeggen van, joh, we hebben aan 2 mensen in deze wijk hebben we dat recht van overgang gegeven. Dat betekent dat recht van overgang voor al die 28 woningen gaat. Zo makkelijk is het. In de wet staat niet wat voor bewijs er moet zijn. Dat bepaalt die gemeente zelf. Is het aannemelijk dat die woningen altijd bewoond zijn geweest? Is voldoende. Ja, heel kort tot slot. De gemeente gaat zich beraden. Wat zou u hen adviseren om te doen? Gewoon zo snel mogelijk iedereen het recht van overgang geven. Hm. Geen enkel probleem. Nee. Gewoon zeggen, je hebt recht van overgang. Tot 2020 gebeurde dat gewoon. Ja, ja. Wat voor reputatie wil je als wethouder nou eigenlijk met dit soort beleid? Je maakt jezelf toch onmogelijk? Nou, we gaan hartelijk dank voor uw uitleg. We gaan kijken of ze daarnaar luisteren. Want een woordvoerder van de wethouder heeft wel laten weten dat komende week de gemeente met nieuws komt. Wat dat nieuws precies is, dat willen ze alleen nog niet zeggen. We houden het in de gaten.